Surinaamse kip kan nog steeds niet optimaal concurreren met de buitenlandse kippen en kipdelen. De invoerrechten van kippen zijn onlangs verhoogd van 20% naar 40%. Ondanks de verhoging kiest 60% van de Surinaamse consument voor de buitenlandse kip. Dat zegt Neemtjen Kanhai, voorzitter van de associatie Pluimveesector Suriname, APPS. De pluimveesector kan wel concurreren met de Braziliaanse kip, maar tegen de Amerikaanse bouten hebben de lokale kippentelers geen schijn van kans. Om de Surinaamse kip goedkoper te maken, moet er gewerkt worden aan lokale grondstoffen, zegt Kanhai. Maar dat is een mogelijkheid, dus dat wij onze eigen grondstoffen, vooral die mais, kunnen wij dan vervangen. En dan zullen we het misschien ook merken aan de prijs, want je kip is ongeveer 75% van je kostprijs is je voerprijs. Dus als dat omlaag kan gaan, dan is het zonder meer dat die kip ook de prijs omlaag zal gaan. Wat kost een kilo lokaal kip op dit ogenblik? Kijk, je hebt twee soorten prijzen. De groothandel is ongeveer zo 22 gulden en de retailhandel is richting 26, 27 gulden per kilo op het ogenblik. De prijs van de importkip? Je hebt die Braziliaanse kip is ongeveer gelijk met ongeveer de groothandel. Dus ongeveer 21, 22. Maar met die Amerikaanse bout is het nog steeds, wij kunnen daarmee nog niet concurreren, want het zijn ook dumprijzen. En daar, je zou echt, waar wij ook naar streven om het naar 100% te brengen. En dan zoals die andere CARICOM-landen het gedaan hebben, om hun markt te beschermen, dan zal het wel lukken. De markt is momenteel stabiel. Er is geen sprake van kipschaarste. Zolang de broedeieren op tijd worden geleverd door de SLM, zal er ook geen schaarste komen. Suriname is voor 2/3 van de broedeieren afhankelijk van het buitenland, zegt Kanhai. En de bedoeling is het om ook daar naar die 100% te werken. Daar hebben we volledig zijn ook minder afhankelijk vanuit het buitenland. En we hebben het weer gemerkt, door een technische mankement, maar je ziet dat je weer afhankelijk bent van het buitenland. En daar moeten wij ook nog gaan werken. Kijk, de pluimveesector is even apart. De veevoerfabrieken moeten gaan samenwerken bijvoorbeeld met de agrariërs. Er zijn mogelijkheden. Er zijn enorm veel braakliggend terrein in Saramaca. Maar ze beginnen ook op Saramaca. De bedoeling is ook om die terreinen in te zetten, zodat we weer onze eigen ding hebben. U bedoelt dus dan, hoe meer grondstoffen in eigen land wordt geproduceerd, hoe beter het kan gaan met de pluimveesector? Zonder meer. En dat kan. We kunnen die mais volledig vervangen met rijst. Alvast gebruiken ze ook, maar we hebben niet zoveel rijst. We gebruiken die breukenrijst en die slijpmeel, maar dat is niet voldoende. Dus als we speciaal voor die pluimveesector of die veevoer zorgen voor eigen rijst en speciale variëteit, en ik hoor van soms misschien 2 maal zoveel per hectare kan het opbrengen. Het is een soort korte koller rijst. Dan denk ik dat wij enorm vooruit zullen gaan, ook qua prijs, maar ook een beetje besparing van deviezen. Tot zover Neemtjen Kanhai, voorzitter van de associatie Pluimveesector Suriname, over de status van de pluimveesector in Suriname. Lokale kippentelers kunnen nog steeds niet concurreren met buitenlandse kip. Op weekbasis worden er 160.000 Surinaamse kippen geslacht, terwijl de vraag 350.000 per week is.